Goedemiddag, professor Koelewijn. Jaap Koelewijn. Ja. Gisteravond had u een interessante speech. Die was erg besloten, maar misschien heel in het kort even de essentie daarvan. Wat ik heb betoogd in mijn verhaal is dat banken prediken dat zij de klant centraal stellen. Dat vind ik heel nobel, vind ik fantastisch. Maar dat vind ik een te eenzijdige doelstelling. Banken en verzekeringsmaatschappijen, kortom de financials, moeten zich realiseren dat ze meer belang hebben. Dat van de klant en dat van hun aandeelhouder, hun vermogensverschaffer. Als je die belangen niet goed bij elkaar in evenwicht brengt, kun je niet adequaat, niet goed bestaan. Dat was eigenlijk de boodschap die ik bracht. Daarnaast speelt mee dat banken en andere financiële instellingen soms klanten hebben die ook het tegengestelde belang hebben. Denk aan een emissie, als je een bedrijf naar de beurs brengt, dan heeft de ene klant belang dat de prijs zo hoog mogelijk is, namelijk het bedrijf. De andere klant, de koper, heeft belang bij een lage prijs. Ook dan moet je balanceren tussen de belangen van diverse partijen. Kortom, mijn betoog hield in dat bankieren en verzekeren balanceren echt zijn tussen enerzijds het klantbelang en anderzijds het belang van de vermogensverschaffer. En uiteindelijk moet je aan je klanten ook verdienen ten behoeve van je kapitaalverschaffers. En daar moet je eerlijk over zijn. En mijn kern van mijn betoog was dat daar op zich helemaal niks mis mee is. Als je maar het op een fatsoenlijke en duurzame manier doet. Dank u vriendelijk en nog een prettige dag en eet smakelijk voor straks. Dank u wel.